Het stond blauw van de rook aan de Elsenkamp in Druten. In de nacht van maandag op dinsdag brandde een auto uit, net als de garage waar die in stond. Ja, we zijn hier in Druten voor een brand in de garage. Is een auto in de brand geraakt en de garage die is daar ook bij betrokken. En die brand hebben we geblust en de brand is nu onder controle en uit. Er waren vlammen die kwamen daar uit het dak onder de dakpannen vandaan. Ja, het dak hebben we wat gaten in gezaagd omdat we de brand daar niet uit kregen. Dus een paar gaten in het dak gezaagd om de brand eruit te halen. Dakpannen eraf, nokvorst hebben we eraf gehaald. En we zijn nu nog bezig met wat nablus werkzaamheden. We hebben alleen brand in de garage gehad. De twee woningen die aan weerszijden stonden, die zijn niet betrokken geraakt bij de brand. Dus dat hebben we kunnen voorkomen. De garage, de auto en de spullen die ook in de garage liggen, dat weet ik niet precies. Maar er zat nog een soort zoldertje op en die is ook bij de brand betrokken geraakt. Ja. Dat is een stevige rookontwikkeling. Maar dat ik de wijk hierin kwam, rook ik ook al flinke rook hier in de omgeving. Het kwam ook omdat het een beetje koud is, mistig. En je zag ook wel een grote rookwolk, zag ik eigenlijk dat ik hier de wijk in kwam.